Voor één keer dit seizoen maken de voetbalschoenen plaats voor, jawel, bowlingschoenen. Om de zes weken wordt de maandagtraining vervangen door een groepsactiviteit en deze keer werd het bowlen. Ik vind het gewoon prettig om te zien dat de jongens zich amuseren. En wij zelf ook met de trainers. En het bestuur is ook aanwezig. Dat is iedereen samen. Het is een heel goed weekend geweest voor de club en is een hele goede afsluiter. Een bowlingbaan is bijna 20 meter lang en ruim 1 meter breed. Plaats genoeg dus om de kegels om te gooien. Alhoewel Laurens Paulussen verbazend veel kegels laat staan. Ik begon al direct mee in de goot te gooien. Ik heb iets met die goting, dus ik heb ook van die rails nodig, denk ik, like de kleine kindjes, maar ja, blijven oefenen, hè. Gelukkig zijn er ook heel wat spelers die wel kaas hebben gegeten van bowlen. En dat wekt natuurlijk heel wat jaloezie op. Wie is er goed? Jens Dijk, waar ik toch wel van verschiet eigenlijk, want... Dat ziet er mij toch geen type dat hij dat goed zou kunnen, maar hij begint toch ineens met serieus wat strijks te smijten. Ik zou echt niet weten hoe dat komt, ik heb er niet op geoefend. Ik zeg het nog eens, beginnersgeluk, ja. Maar eigenlijk is de score niet belangrijk. Amusement en plezier maken met alle spelers, begeleiders en het bestuur, daar draait het om. J'ai pas l'habitude de jouer de ça, ben il faut que je m'entraîne quoi. Je m'entraîne avec ça et puis voilà. Donc ça fait du bien de jouer des jeux comme ça. Et c'est moralement quoi. C'est bien pour le groupe. Na een uurtje bowlen mochten de schoenen terug uit en was het tijd voor een gezellig diner. Puijenbeke zaterdagmorgen. Tientallen wagens op de parking, een volle kantine en op ieder voetbaltrein een wedstrijd. Hier ademt voetbal. Zaterdag en zondag hebben we toch een 20-tal jeugdploegjes die thuis spelen. Dat brengt toch al een 250 jeugdspelers op de baan hier, dus dat wil toch wel wat zeggen. Hey, simpel! Vanaf dit seizoen is alles gecentraliseerd op de site Puijenbeke. SK Gerda nam zijn intrek in het Robert Waterschootstadion aan de Ster. En ook op het voetbalveld van het kwartier Westakkers wordt niet meer getraind. Het is gemakkelijker omdat we nu hier allemaal samen zitten en moeten we niet meer naar de Westakkers of naar Alsdonk rijden. En ja, hier liggen de pleinen ook veel beter en de cabines zijn hier groter. En omdat de eerste ploeg hier ook thuis speelt, is dat veel gemakkelijker. Maar niet alleen voor de spelers is de centralisatie een pluspunt. Ook voor de ouders is het een schot in de roos. Ik vind dat we positief. Ja. Zo spelen hier alle ploegen, nationale en zo. Vroeger speelden de nationale op een andere locatie en... Nu is alles hier van Waasland en ik vind dat wel goed eigenlijk. Red Star is eigenlijk een club die de gezelligheid uitstraalt. En ik vind door alles hier te centraliseren komt dat nog meer tot zijn recht eigenlijk. Vooral naar de kinderen toe en ook naar de ouders toe. De kantine op Puijenbeke is dus eens te meer dé ontmoetingsplaats geworden voor de Red Star familie. Je kunt er gezellig iets drinken en sinds kort ook een hapje eten. Frietjes, ik denk ook spaghetti, hotdog, hamburger. En is het lekker? Ja. Zeer lekker. Weet je wie dat match gewoon? Weet je wie dat match gewoon? Red Star! Red Star! Waasland!